Santa Pabang stel. Vandaag hebben we helemaal uit Nederland de bekende Yandino Asporaat. Hij is speciaal naar Suriname gekomen om zijn nieuwe film te promoten. En dat is Bonbini Bangkok. Kijk, kijk wie hier is. Deze man is speciaal gekomen voor Yandino. Maar nou een biggie fan voor Yandino. Ja, ik ben bestuurslid van het park. Ja, hij is bestuurslid van het park. En we zijn hier. Hij heeft eigenlijk ook toestemming gegeven dat we hier mogen zitten. Het park is weer, er is weer nieuw leven ingepompt, hè? Ja, het is nieuw leven. Wat doen jullie allemaal hier? Het is nog steeds de enige sociëteit in Suriname. En we hebben zijn bezig met het omgooien naar het networking place. Mm-hmm. Dus business, social. We zijn ermee bezig. Zie je, hij maakt direct gebruik van de gelegenheid om ook te promoten. Niet die film, maar het park. Hey, ver, later. Hey. Ja, maar we gaan door. Het gaat om Yandino. Yandino, geloof me, bijna heel Suriname is fan van deze jonge man. Hij doet het heel goed in Nederland. En Amaiteersenang. En omdat Amaiteersenang, mek onnodig aan mijn uit. We hebben hier nog een paar fans. Ze zijn speciaal gekomen van jou, voor Yandino toch? Ja, zeker. Waarom zijn jullie fan van Yandino? Je weet dan niet eens om terug te gaan vinden iemand. Oké, wel in je desk vooral, want ik heb in verschillende fastfood restaurants gewerkt. Maar soms zijn die mensen echt een vuist geven. Dus ik kon mezelf echt terugvinden in een Judesca gedrag. En mocht ik hem vervolgen, kreeg ik meer interesse in die filmpjes. Dus dat wil zeggen, er is een Judesca soort hier in Suriname. Dus voorzichtig. Als je deze dame achter een kassa ziet, no go. Ga zoeken een andere fastfood restaurant. Maar het gaat nog steeds om Yandino. We gaan even kijken wat Jamal heeft gekocht. Kijk, ze zijn bezig, speciaal bezig hier. Kijk, ze maken schoon hier voor Yandino. Want Yandino komt hier, kijk hier. Kijk hier, ze zijn bezig. Jamal is bezig in de keuken. Jamal, wat ga je klaarmaken voor Yandino? Onze welbekende broodje Simply. Hey. Het is van onze shop Simply zelf. Het is van het huis. Is dat gewoon voor hem klaarmaken? Ja, is onze eigen brood van Simply. Is dat weer door die Simply, die welbekende Simply. En dan gaan we hem laten proeven. En dan misschien kan je die Simply ook in Holland kopen bij een van die Judesca zaken. Ja? Dus hij gaat het vandaag eten. En je weet het, voor de beste boot is het nog steeds? Dresscode. Behalve die pata hoor. Laten we gaan kijken en luisteren. Clary is er weer. Clary. Hey, als Clary het op de set is, als het niet sweetie. Dus hij moet toch Clary's moeder zijn. En hoe die jongen Damien een andere keer op tijd bellen. Ja? Tijd bellen. Maar wij gaan kijken en luisteren naar deze welbekende Yandino Asporaat. Een heleboel vragen en alle vragen worden hier beantwoord. Ja? Laten we gaan kijken en luisteren. Ja, Chico! Hey, wat dan? Pide? Hey, na lang hebben we weer op een gast moeten wachten. En nog erbij, een gast uit Nederland. Is op de man naar tijd, toch? Het werkt hier niet, hoor. Hij is te lang in Suriname gebleven. Laten we gaan kijken en luisteren. Dat was niet straks. Hij raakt erop op in. Ja, en we zijn terug. Yandino Asporaat. Yes. Want de meeste mensen zeggen asparaat, maar het is asporaat. Yeah. Aspiraat ook heel vaak. Ja, heel vaak schrijven ze, ik heb geen idee, maar dan schrijven ze dat ook op. Yandino, laten we vanaf het begin beginnen. Ja. Waar ben jij geboren? Hoe oud ben je en wanneer? Ik ben 43 jaartjes jong. Ik ben geboren op Curaçao. Tot mijn elfde ben ik verhuisd naar Nederland. Mijn voorouders, dan moet ik wel even zeggen, want je begon het met mijn naam, achternaam Asporaat. We hebben weinig Curaçaoënaren met de naam Asporaat. Waar we achter zijn gekomen, is dat het uiteindelijk moet het via Suriname zijn gekomen. Want mijn overgrootopa, die was een Surinamer. Hoor, dus, daarom die liefde voor Suriname. Ja, maar die was er voordat ik wist dat hij er was. Voordat het echte, laat me zeggen, in de DNA heb ik al een liefde voor Suriname. Ik was net tegen iemand anders aan het vertellen. Toen ik op de middelbare school zat,
toen ging ik uiteindelijk jokken tegen mensen. Ik zeg, ja, ik ben half Surinaams. Dus dat, ik was half bloedje, maar nog steeds heel donker. Ik ben het donkerste half bloedje van deze hele wereld. Maar nee, want ja, je wilt een Surinamer zijn toch? Ja, 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 ja. Dus ik heb echt een hele grote voorliefde voor Suriname. Mm-hmm. Ik wil altijd Surinamer ook zijn. Hoe kwam die liefde zo voor Suriname? Nou, weet je wat het is? Ik denk hoe mensen keken naar Surinamers. Bij ons op school, degene die het beste Nederlands spraken, waren Surinamers. Beter dan de Nederlander zelf. En dat stond gelijk aan de Belgen. Hè. De Belgen zijn ook heel goed in Nederlands grammatica. Maar gewoon hoe ze waren. Hè. Ze waren heel overtuigd van zichzelf en zo. Dus dat zag ik er heel erg tegenop. Maar ook mijn eerste keer in Suriname, toen Jurgen mij meenam naar Suriname. Jaren geleden. Ik weet het, de eerste keer dat ik hier kwam, had ik echt moeite met Suriname. De eerste 2 dagen, ik begreep helemaal niks van Suriname. Inmiddels is het mijn 20ste keer nu dat ik hier ben. Maar de eerste keer in Suriname, toen keek ik eigenlijk naar Suriname als, zeg maar, onwetend. Van, hé, maar waarom doen jullie dit niet? Waarom pak je dit niet aan? Kijk, hier liggen kansen, kom op. En ik miste, zeg maar, het grote plaatje. Ik miste de innerlijke rijkdom. Ik miste de levensstandaard wat we hier hebben. Hier in Suriname is ongelooflijk hoog. Je kan hier op een veranda zitten en je kan ongelooflijk rijk zijn. Nou, ik voel het hier niet. Ja, want ik heb gezien toen je hier bent aangekomen bij het park, wil je direct kopen. Nou, ik neem het ook meteen terug, want dan gaan de prijzen, zeg maar, meteen omhoog. Maar ik was te enthousiast. Nee, maar het is zo mooi. En dan zie je, weet je ziet dan uiteindelijk die palmentuin. Je ziet de mensen, de wind. Het is echt het leven. Het is, je hoort de vogels. Het is echt prachtig. Dus wellicht niet zozeer het kopen van nemen. Ik wil het nemen, maar je wil een onderdeel zijn van dit. Hè? En Suriname heeft. Suriname is een van de rijkste landen, zoals de mensen weten, van de wereld. Alleen wat ik heel vaak merk is dat de Surinamers zelf niet zo goed beseffen hoeveel rijkdom ze hier hebben. Mm-hmm. Rijk aan culturen, rijk sowieso aan cultuur, natuur, de mineralen. Het is niet normaal hoe rijk, en nu is nog ook eens olie nog eens ontdekt, het is niet normaal. Mm-hmm. En op de dag dat Surinamers gaan begrijpen wat ze hebben, en gezamenlijk, hè, want we hebben natuurlijk de Hindoestaanse, de Javaanse, de Chinezen, we hebben al die culturen bij elkaar, en vaak individueel bij elkaar doen ze dat heel erg goed. Zeg maar 5 vingers, laten we het zo noemen. Maar pas als ze samen gaan werken, ga je die vuist kunnen maken. In Suriname, in de dag dat Surinamers dat gaan inzien, het is heel raar om te zeggen als een buitenstaander. Mm-hmm. Maar als ze dat gaan inzien, dan is er niemand die kan, zeg maar, kan spotten met Suriname. En dan ben je in de top. En dan kan je gaan naar de top 3 zelfs. Mm-hmm. Dus echt, het is hier allemaal. Ja, Dino, wie zijn je ouders? Mijn moeder is Mariska Asporaat. Ongelofelijke onderneemster, een harde werkster, heel humble, super nuchter. En zelf dat onderneemster heeft ze zelf niet helemaal door. Mijn moeder begon op de 24e met haar mini-market. Ze had 3 baantjes, ze maakte schoon bij oudere mensen. Ze werkte bij de Portugezen in de snackbar. Mijn vader is ook een ondernemer, bouwer, bouwt huizen. Mindere relatie met hem, minder tot niet, hè, kunnen opbouwen, omdat mijn vader toen nog niet klaar was voor vaderschap. Dus hij begreep zelf niet de zegeningen van een vader zijn. Dus die heeft vooral zich bezighouden met het maken. Dus, die heeft dan die kunst beoefend, daar is hij heel goed in geworden. Wanneer mensen tegen mij zeggen, ik ben familie van jou, twijfel ik, denk ik, dat zou kunnen. Hoe is je vader? Mijn vader heeft Mervin La Cruz. La Cruz. Ja. Maar waarom heeft hij heeft niet herkend? Nee. Want je hebt je moedersnaam. Ja, heeft mij niet herkend en ook niet tijdens het, zeg maar, het groot worden. Hij wist niet zo goed wat hij moest doen. Mm-hmm. En nogmaals, dat komt ook omdat zijn vader ook niet, zeg maar, daar was voor hem. Dus dan krijg je waarbij we denken, oh ja, laat mama het doen, laat oma, tantes en die zorgen wel ervoor. Dus daarom ben ik daar, ik sta daar fel tegen. Ik vind dat een kind zowel de vader als de moeder en zeker de vader nodig heeft in zijn of haar leven. Maar los daarvan is mijn vader een harde werker en
Het zijn, ik kom van twee hardwerkende mensen. Mm-hmm. Maar je bent op Curaçao tot je 11. Ja, tot mijn 11e ben ik opgegroeid. Juist. En daarna naar Nederland gegaan. Hoe was het tot je 11e op Curaçao? Ik denk dat ik mijn leven heb geromantiseerd. Ik was ongelooflijk rijk in mijn hoofd. Hè. Dus we hadden een klein huisje, maar we woonden de tuinen, enorme tuinen, heel veel natuur om ons heen. Als we moesten eten, dan was er overal eten. Er waren overal fruitbomen. We jaagden op de leguanen, op de vogels, de duiven. Dus het is gewoon, hey, met die, hoe noem je dat? Katapult. Die katapult. Ja. Schiet ze uit de lucht, plukken en dan uiteindelijk je... Zo'n pannetje, aha, olie en dan je frituur. Sowieso wij frituren alles, je kent ons wel. Ja, ja. En dan mag je eroverheen, klaar, klaar, sausje, hey, klaar. Hey, 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 serieus. Maar we deden ook wel eens dat we naar het strand gingen, bij Kinip bijvoorbeeld. En dan gingen we kamperen, sliepen onder de sterren, de zee als achtergrondmuziek. Mm-hmm. 'S ochtends sta je op, ga je vissen, dat ga je barbecuen. Mijn tante plukte vruchten en dat was je ontbijt. Nou, Malediven betaal je $2000 voor zo'n ervaring. Mm-hmm, en dat is gewoon gratis. Mm-hmm. Dus dat is een gedeelte wat mij, zeg maar, mijn jeugd heeft helpen romantiseren. En tegelijkertijd het opgroeien zonder vader heeft wel effect gehad op ons. We waren eigenlijk... Hoeveel effect heeft dat gehad op je? Nou, ik denk dat het in zozeer... Het heeft... ik moest mezelf heel erg vinden. Hè? Omdat als er iemand anders jou niet ziet... merkte ik dat ik zocht aandacht. En theater ben ik gaan doen, niet zozeer omdat ik een talent... Nee, ik denk dat ik een talent achteraf kwam ik achter dat ik talent voor had. Maar theater ging ik doen omdat het enige moment was dat het ging om mij. Mm-hmm, Omdat mijn vader niet was, ben ik op een jonge leeftijd ben ik begonnen met werken. Ik moest thuis gaan helpen. Dus ik was dan de oudere broer. Ik heb nog geen oudere broer. Hoe groot? Want dat heb ik gemist. Ja. Hoe groot is dat gezin? 6 kinderen. Mm-hmm. Oudste broer. Daarna kom ik, dan krijg je Kenneth, Lisa, Benjamin en Jordan. Maar ik ben mijn 16e ben ik werken leren gaan doen om maar mee te kunnen betalen. Op mijn 9e begon ik met werken bij een warenhuis. Mm. En dat was gewoon de boodschappen brengen. Op je 9e? Ja, 9e. Ik ben wel echt een beetje een ondernemer. Ik wist al van oké, ik wil even meehelpen, want mijn moeder ging naar Nederland om te sparen, zodat wij naar Nederland konden komen. Mm-hmm. Dacht ik ga gewoon meehelpen. Ik ga solliciteren bij de warenhuis. En het was wel grappig, omdat bij mij, ik was heel klein. Maar negen, hier in Suriname is kinderarbeid, dat is rot. Nee, en het erg is, ik was nog zo klein. Ze dachten voordat ik een lilliputter ging worden. Omdat ik, serieus dan, dat mijn hoofd was al volgroeid, hè. Maar mijn lichaam zei, nee, we wachten nog heel even. Dus ik had zo'n biggie in, hè. Dus af en toe, ik wankelde ook gewoon, weet je. En dan liep ik naar de auto met die karretje. Maar ik was niet sterk, mijn armpjes waren nog niet ontwikkeld. Het is inmiddels helemaal goed gekomen. Maar ze moesten mij helpen met de boodschappen uit de auto halen, want ik had niet eens kracht. Maar ze betaalden me, omdat ze dachten, kleine handicap jongetje, kom maar hier, hier heb je geld. Maar ik begon met mijn 9e begon ik aan te werken, joh. Hier? Ja. Zaten die directeur al opgesloten? Ik was ook de enige van die 9 was, hoor. Maar ik kwam daar en ik zei gewoon, ik wil werken. En ik had uitgelegd en ik wilde, mijn moeder is in Holland en ik wil... Ja, dus ik heb ze overtuigd. Daarom mocht ik werken. Ik had eigenlijk gesolliciteerd bij een baantje bij de bank. Maar dat mocht niet. Dat was te ver. Je zou ook bij de bank... Ik denk, laat maar bij de bank of bij de overheid. Dan doen ze precies niks. Hou op, wie brengt mijn problemen? Wacht even. Dat moet even tot de rust komen. Oké, 9 jaar ben je... Ik heb 2 jaartjes gewerkt. Uiteindelijk met mijn 11e ging ik naar... kwam mijn moeder ons halen, ging ik naar Nederland. Welke school heb je allemaal gezien? Nou, ik heb veel scholen gezien hier op Curaçao. Omdat mijn moeder... mijn moeder had 3 baantjes. Dus we bleven echt bij mijn tante en overal sliepen. Dus we hadden veel scholen gezien. En op een gegeven moment kwam ik in Nederland. En toen... Volgens mij kwam ik in groep 6 terecht. En daarna de middelbare school VBO. Kijk, mijn probleem was... Ik heb een veel te lage kwalificatie gekregen, omdat ze mij niet begrepen. Dat heeft de juffrouw later gezegd. Ik had eigenlijk VWO kunnen hebben, HAVO-VWO.
Maar ik was druk, hè, ADHD. Mm-hmm. En wat de juffrouw later tegen mij zei, jaren later kwam zij naar mijn theatervoorstelling, Juffrouw van het Hof. Omdat, ik weet nog, we hadden onze eindvoorstelling. En ik en Ibrahim, Turk, wij kregen geen tekst. We speelden in een bejaardentehuis. Dokters, hebben ze ons gewoon twee doktersjassen gegeven. Een banjo. Waarom weet niemand? En waren het, zonder snaar, hè? We waren de hele voorstelling, waren we gewoon met een banjo. In de lucht, aan het kijken naar elkaar. Waarom zijn we met een banjo? En juffrouw zei, jullie kunnen geen tekst onthouden, dus jullie krijgen gewoon een banjo. Een banjo, waarom? Laat ons rapport, weet je, als dokters. Nee, doktersjas en een banjo. En later, en VBO. Omdat zij zei, ja, weet je, hij moet gewoon wat met arbeid met zijn handen gaan doen. En later ben ik van alle kids in de klas, zeg maar, het verst gekomen. Mm. En ik ben dankbaar, hoor, dat ze aan me twijfelden. Want dat heeft gezorgd dat ik uiteindelijk nog harder moest, moest gaan knokken. Mm-hmm. En toen kwam ze naar de voorstelling kijken. En daarna in Barneveld, vergeet ik nooit meer, naar de show moest ze huilen. En ze zei, ik kijk nu naar jou en ik denk, hoeveel kinderen heb ik de kans ontnomen om te zijn wie ze hadden moeten zijn, mm-hmm, omdat ik ze niet begreep. En ik vond het mooi dat ze dat toegaf, maar ze begreep ook gewoon niet. Mm-hmm. Ik was voor hun druk, mm-hmm, en ga alsjeblieft Dino, ga even daar, ga even. Mm. En dan, uiteindelijk, ja, uiteindelijk ben ik zelf gaan vechten en dan heb ik het toch gered. Mm-hmm. De school afgemaakt? Ik ben schilderen gaan doen, ik wilde schilder worden. Uiteindelijk wilde ik binnenhuisarchitect worden, moest ik eerst schilderen gaan afmaken. Maar ik moest één dingetje moet ik nog doen om mijn diploma te krijgen. Dat heb ik niet eens gered. Dus de ramen stoppen. Ik weet niet of we hier nog doen. Ja, nee, dat is niet. Met nog stofverf. Ja. Nou, ja, dat moest ik doen. Nou, dat was me niet gelukt. En daarna dacht ik, ik kon toch niet doorgaan studeren naar want die opleiding wat ik wilde gaan doen, die is van de hand gedaan. Toen heb ik het gelaten. Ik wist van, dit gaat hem toch niet worden. Dus ik heb dat diploma ook nooit gekregen voor schilder. Dus dat was het. VBO heb ik gedaan. En toen ben ik maar gaan werken. Oké, okay, je bent gaan werken. Ja. Waar? Toen was je geen 9 jaar meer, toch? Nee, inmiddels zit ik nu op mijn. Ik ben begonnen met werken leren op mijn 16e. Aha. En nu praat ik eigenlijk over mijn 19e. Dus ik heb 3 jaar op een gegeven moment ook die andere opleiding gedaan. Mm-hmm. Maar kijk, ik wist al dat dit het niet ging worden. Want ik liep daar rond. Elke ochtend was ik, jongens, het is bijna weekend. Het is bijna weekend. Hele maandag, het is bijna weekend. En dan een hekel aan mij. Ik zat in de bouw dan op een gegeven moment. En daar had je plekken. Dus hier zit Henk, hier zit Kees, daar mag je niet zitten. Ik ging op iedereen zijn stoel zitten. En ik was nog steeds wel klein. Ik was positief. Maar kijk, mensen begonnen, zeg maar, vanaf december, januari, aha, toeleven naar vakantie. Ze betaalden ergens Turkije, gaan ze dan, ja, vakantie, all you can eat. De hele dag zitten op zo'n stoel en dan komen ze terug van vakantie. Dan gaan ze een half jaar tot met december praten over die vakantie. En dan gaan ze weer van die half jaar, januari, leven door die vakantie. Dus dat is de mensen, zijn gek. Dus ik zei ook tegen mensen, ik ben maar een huis aan het schilderen. Een bungalow, een mooie bungalow. En ik zei, ooit ga ik in zo'n huis wonen, zei ik. Aha. En de voorman en de mensen om me heen, en de collega's schilders, hè, moesten zo hard lachen. En ik weet dat de voorman nog tegen mij zei, zelfs ik woon niet in zo'n huis. Waarom denk jij dat jij in zo'n huis gaat kunnen wonen? Ja, dat was zo'n witte man. Ja. Maar hij had gelijk uiteindelijk. Ik ben niet in zo'n huis gaan wonen. De mijne is 6 keer groter. Mm. Dus, dankjewel. Mm-hmm. Amen. Amen. Nee, maar het is, soms heeft God voor jou vele grotere dromen dan je zelf hebt. Hè? Mm-hmm. En ook daarin, in de bouw, heeft het me heel veel geleerd. Want iedereen limiteert zichzelf. En ik had zoiets van, nee, mm-hmm, ik ga met de top. Ik ga mijn eigen ding doen. Jandino, had je ook bijnamen op school? Ja. Wat zijn die bijnamen die je op school had? Horen! Oké. Na de break. Om samen te kunnen werken met mijn team speelt telefonisch contact een belangrijke rol. Door te bellen winnen wij niet alleen tijd, maar geeft dit ook de mogelijkheid om on-the-go beslissingen te nemen.
Dankzij de nieuwe postpaidpakketten van Telesuur is het nu nog makkelijker om een plan te kiezen dat geheel bij jou past. Dit maakt de overschakeling voor mij als prepaid naar postpaid gebruiker veel makkelijker. Voor mijn dagelijkse werkzaamheden zorgt mijn postpaidpakket voor efficiëntie, vergemakkelijkt het mijn bereikbaarheid en geeft het mij de mogelijkheid om anytime gebruik te maken van mobiele data. Telesuur, keeping us in touch. Ja, en we zijn terug mensen, neem me niet kwalijk. Ik moet lachen. Is dat weet toch? Ik kan het niet inhouden, ik probeer het in te houden, zie je Jamal zelf wil lachen. Ik probeer het in te houden, maar het lukt me niet. Dus, oene klagen. Voordat ik doorga, ja. Want zodat ik niet ook horing. Praat je ook Surinaams? Waarom ik die vraag stel? Yeah. Toen ik heb gevraagd dat die dat verzoek heb gestuurd, yeah. Dan heeft die dame, hoe heet ze weer? Die lieve dame. Wie heb je? Iris of? Iris. Iris. En dan heeft Iris me gevraagd, in welke taal gaat u interviewen? Ik dacht van, wat is wat een vraag? Je praat door Surinaams of Nederlands? Yeah. Praat je Surinaams? Je mag Surinaam, wat tak even Surinaam toch? Ja, maar ja. Atori, zei wat takkie? Ja, maar tak wan Tori. Ah, takkie. Ja, twee Tori, tik tak. Ja, maar, je snap toch? Hé, weet je, soms is het, weet je. In afvoer, wawai, zijn je in afvoer? Ja. Ja, Pim, ja toch. Hey! Hallo! Kijk je bus! Ai! Zie je zo, ga het aan toe in Suriname. Ja, maar daarom wil ik hier wonen, heerlijk. Juist. Ai. Maar. Nee, luister, ik begrijp wel veel. En het is wel een roué wordt altijd, die ligt in een deuk. En een Howard Komper wordt altijd boos. Hij zegt, verkracht mijn taal niet, alsjeblieft. Maar ik vind Surinaam zo, het klinkt zo. Ik denk als ik 4 maanden les ga hebben, dat ik het ga spreken. Maar eigenlijk, zomaar moxie zei je moxie naar een roué, kompro. Zie. Hoe heet die ene hamer? Welke hamer? Meurtmossel? Nee, ik heb Meurtmossel. Hamer, Balti? Ja. Oh ja, Sergio Eiser. Ja. Ik moest maar tak eigenlijk als er mijn tong waren. Maar omdat zij die de hele tijd spreken, het is eigenlijk hun schuld. Luister wat we gaan doen. Eerst volgende keer, maak contact met mij. Oké. Dan ga ik je een week meenemen. Oké. Ja? Dan gaan we een wiki vloeien. Oké, okay, zo in wiki, zoals in de magie. Oké, ik comprend het. Jandino, waar we gestopt bij voor het breken, wat ik je vragen stel. Ja, die wilde weten of ik een bijnaam had. Ja, bijnaam. Ja, nou, ik heb eigenlijk mijzelf, ik had een paar bijnamen, maar de bijnaam die echt meest is bijgebleven, dat ik eigenlijk zelf verzon. Ik vond mijn naam, Dino, eigenlijk Jean Dino, vond verschrikkelijk. Ik dacht echt, dat past helemaal niet bij mij, weet je. Dat is geen goede naam. Dus Dino was oké, maar dacht ik moet specialer. Dus ik heb veranderd naar Dino. Want ik was echt, weet je, ik ben een hip mannetje Dino. Alleen, ik kon niet schrijven, ik kon geen Engels spellen. Dus ik schreef op een gegeven moment het anders. Dus mijn leraar van maatschappijleer kwam naar me toe. Hij zegt,
is jouw naam echt Dino? Ik zeg, ja, zijn naam is Dino. Hij zegt, maar ik ken al je SO's. En er staat overal gespeld Diano als in piano. Dus ik zei, maar op Curaçao, zeggen we het zo, schrijven we het zo. Dus, maar iedereen noemde mij echt Dino. Ik was Dino. Dino was mijn naam. Omdat ik dacht, dat is de hippe naam. Maar ik had al mijn namen. Maar Dino is echt, ik heb nog steeds mensen. Oh, wist je nog dat jij jezelf Dino noemde, dat je niet eens kon spellen? In mijn hoofd was het dat je echt die, maar het is dan de AE. Jan, ik hoor luisteren wat we gaan doen. Ja. Maar even inschenken, dit is die heerlijke shuru. Oh, lekker. Van Simply. Speciaal gemaakt. Ja. Ik weet niet of je van shuru hebt gehoord, het is een vrucht. Ja. Die we hier in Suriname hebben, gezond. Okay. Dus hebben we. Zijn we reclame nu aan het maken? Ja, het is vooral. Ja, weet je waarom? Ja. Vrouwtje van mij maakt het, ja. Oh, oké. Okay. Ja, lekker! Niet eens geproefd, je ruikt het al, hè? Oeh, mijn Jezus, mijn God, gelijk! Noem de naam van Lidia. Lidia? Ja. Lidia, En dat was een sweet story, Je voelt gelijk die kondre, lobby, ik ben niet op proosten, op die shuru. Op die shuru, man. Van Simply. Van Simply, Simply the best, Ayan. Maar is het nou gemaakt van een bepaalde bloem? Ja. Het smaakt, ja. Ja. Wij kennen het als de Jamaican flower. Oh, wij kennen het hier als shuru. Shuru, ja. Het is goed tegen bloeddruk. Ja. Ja. Maak zo. Dit is echt lekker. Dit is een van mijn favoriete drankjes. Nee, zeg niet mensen dat je nu even serieus bent. Nee, ik ben echt serieus. Kijk in die camera en zeg dat het lekker is. Ik ben serieus. Nee, maar dit is echt wel lekker. Dit is een van mijn favoriete drankjes. En ik ken het op Curaçao van een bloem. En nu hebben we Jamaican flower. Het is hetzelfde. Ik proef het meteen. Het is echt lekker. En het is ook verfrissend. Het is echt. Ja. Het is niet dat je denkt, het is die... zeg maar rode Fernandes. Nee. Maar dit is echt gewoon, het is gezond. Neem het echt op. Oké, goed zo. 50 Amen. SRD krijg ik nog. Nee, dit is echt lekker, serieus. Hey, waar, boem is top, maar ga voor zo'n proost. Ik weet niet eens. Ja, bijnaam. Diano. Dino. Die naam heb jij jezelf gegeven. Heb je zelf gegeven? Maar andere op school. Nooit de mannen kies Dregi. Ze hebben je nooit geplaagd. Want hier kan ik geen Surinaams met jou praten, want die versta niks. Ik versta alles. Alles aan je. Oké, de man bij Dregi. Maar wat is Dregi? Ik was aan net dat niet, maar de rest wel. Geplagen. Oh, ik wilde jou testen, kijken of jij het zelf ook wist. Kijk, ja, mi dregi, you. Ik dreg je een beetje. Ja toch, soms moet je mensen een beetje dregireren. Dus ik heb je een beetje gedregi toch, ja toch. Dus sorry dat ik je dregi nu. Nee, ik werd niet zo geplaagd. Weet je wat het is? Ik plaagde mezelf altijd. Dus wanneer we ergens kwamen, ik zei alles al wat mis was aan mij, meteen. Dus, weet je wat het is? Het is die NMN en een 8 mile style. Oké. Dat zeg ik altijd aan iedereen, wanneer ze klagen over mensen plagen me. Ik zeg, je moet altijd jezelf, in Suriname zeggen we in brokkoi schrijven. Ja. Dan hebben ze geen stof meer. Nee. Ja toch? Ja, en dat is wat ik deed en dan was het klaar. Ik meteen, bam, ik had dit, ik had X-benen, ik had mezelf ook nog de naam X-men. Maar nee, maar je zegt je had, dus nu heb je O. Nee, en nu zijn ze, ik heb mooie benen, ze zijn niet vol, maar ik heb mooie benen. Nee, serieus? Nee, maar ik had X-benen, dus die stonden niet goed. En dan hebben ze die recht gezet. Serieus? En ik had bril met plak. Oh mijn god, dat had ik. Ik had mijn bril, maar dat ik geen geld heb. Dus hadden ik had een hele oude bril van groep 5 al. Dat is het. Ik ben met groep 5 Nederland gekomen, nou weet ik het. Aha. Dus de schroeven waren weg. Dus ik had plakband gezet. Eén dag, Ricky. Ricky was van het kamp. Ze was een meisje van het kamp. Ze was in de tweede klas. En Ricky was al volgroeid, hè. Ze zat van het... Ricky was echt... Ze had, zeg maar, vorm, alles. We waren in de eerste. En nogmaals, ik was net Lilliputter af. Nog niet helemaal, zeg maar, plus. Maar nog steeds heel klein. Op een dag. Ricky was... Ze zat op judo. Sterk. En ze liep in de aula. En ze gaf me een klap, hè. Op mijn achterhoofd zo.
pats. En mijn brilglazen vielen eruit en rolden zo door de oude. Niet lachen, dit is echt erg. Oké. Okay. Iedereen lacht en dacht, oh ja? Wat is wat je gaat doen? Oké. Okay. Nou ga ik je krijgen. Ik heb me geloerd. Ik heb me geloerd 2 weken. Zoals zeg maar Simba gewoon zijn ding loert. Alsof ik in de Lion King zat. Ik loer haar, loer haar, loer haar. En op een gegeven moment, ik ren 2 weken later. Ik ren op haar af. Ik doe mijn armen zo aan haar hoofd. Want dan kon ze zeg maar mij niet slaan. En ik begon te rijden. Ik zei, oh, dit wil je? Klein mannetje. Dit wil je? Dit wil je? Ik begon, bam, hé. Hey. En zij schreeuwde, haal het weg, haal het weg, haal het weg. Hé, hey, bam, bam, bam. Nooit meer ga je dat doen. Hé, hey, ik weet dat, meneer Tekens. Hij was de abstract directeur. Pak me beet. En ik bleef als een krassie, want ik bleef zo op haar. Hé. Hey. Ze heeft het nooit meer gedaan. En toen was ik weer geschorst, dat was weer... Hé, hey, maar ja, dus ze probeerden mij wel te pesten, mm-hmm. Maar het... En ik had op een gegeven moment... Ik had ook heel veel meisjes, hè. Dus de jongens vonden me op een gegeven moment grappig, dus ik was zo van mascotte. Mm-hmm. Ik liep met alle grote jongens mee, van de derde, van de vierde. En de meisjes vonden me, omdat ik zeker was van mijn zaak, vonden ze me leuk. En ik weet nog, Gladys vond mij leuk. En Gladys was echt mooi. Alleen... Ik was nog niet klaar voor Gladys. Mm-hmm. Gladys had vorm, Gladys had boom, pillen, alles. Maar ik was net in de eerste, ik wist niet wat ik met al dat vlees moest. Mm-hmm. Dus ik, ja, ik denk mijn laatste vriendinnetje was één skinny kind. Dus ja, ik wist niet wat ik met dit moest. Dus ik zei nee tegen Gladys, toen ze mijn verkering vroeg. Hé, hey, toen kwam haar vriendin. Je hebt nee gezegd tegen een verkering. Omdat ik was populair toch. En ik had velus, ik had keuzes. En ik dacht, wat ga ik doen met al dit vlees? Toen zei ik, nee. Maar toen kwam haar vriendin, Surinaamse, Shantusha. Hé, hey, die kwam naar me toe in de aula, zegt ze. Heb jij nee tegen Gladys gezegd? Weet jij hoe lelijk je bent? Ik dacht, wat heb ik nou weer gedaan? Hé, hey, maar en later, jaren later... Ja, het is moeilijk. Ja, toen zag ik Gladys lopen. Toen heb ik nog haar gevraagd, weet je. Kunnen we? Nee, toen was het te laat. Ja, mm-hmm. Maar ja, helaas. Zo gaan die dingen. You win some, you lose some. Eenmaal je over de liefde hebt gesproken. Want ja. Abragua liefde. Ja, toch. Je hebt de liefde over de liefde gesproken. Kan je nog heugen wie je eerste liefde was? P.I.A.T.I. Want daar ja. Had je... I.A.T.I. een nakiki Gladys. Ja, ja. Wie is dat? Mijn allereerste... was een heel, ja, dit is heel raar om te zeggen. Ik zie het nog zo gebeuren op Curaçao. Zij was op zo'n, je hebt zo'n stallen rand. En ze kwam van school en ze was rondje aan het draaien. Mm-hmm. Het is niet dat ik een ziek kindje was, maar ik weet nog dat ze had een geel-bruin uniform, geel rokje zo. Ze had een wit broekje daaronder en ze was aan het draaien. En een heel, ja, zwart, dik meisje. En dat vond ik het mooiste wat er was. Mm. Ik ben later, ik weet nog, dat ik later eigenlijk naar andere vrouwen ging kijken. Maar voor mijn gevoel, dat was niet heel dik, maar ze was gewoon heel vol zo. Mm-hmm. En dacht, oh, daar kan ik lekker mee koelen. En ik vond haar huid vond ik het mooiste wat er was. En later merkte ik dat ook in de familie, en weet je, je moest je haar streten. En de vrouwen zelf hadden andere schoonheidsidealen. Dus... waardoor ik anders ben gaan kijken naar vrouwen. Maar ik weet aan het begin, mijn allereerste liefde, waar ik echt verliefd op was, was gewoon een zwart, vol meisje. Maar val je op volle vrouwen? Is dat je smaak? Ik val op wat op dat moment aanwezig is. Mm. Ik maak nu een grap, want ik heb een relatie, al 28 jaar met Shirley. Ja, waar val ik eigenlijk op? Ik val wel echt op persoonlijkheid. Ik denk als een vrouw zeker is van haar zaak, dat is wel waar ik merk dat ik het meest, zeg maar, dat ik denk, oh, dat vind ik eigenlijk aantrekkelijk. Want die dragen zichzelf op een bepaalde manier. Ja, daar val ik eigenlijk wel op. Mm-hmm. Dus, maar het is nu, ik vind, of ze nou zwart zijn of wit zijn, welke, ja, ik ben nu niet meer zo dat ik denk, oh, dat is het. Maar persoonlijkheid is wel belangrijk. Mm-hmm. Mogen we kennis maken met die huidige nu? Ja, ik ben als 28 jaar met Shirley. Dus in ieder geval, ik was 14, zij was 13. Hmm. Toen het eigenlijk een beetje begon. En, vanaf gebroken? Ja, nou de eerste 2 jaar hadden wij verkering, maar dan mochten we niks doen met iemand anders. Maar ik wilde niet dat iemand wist dat ik met haar verkering had. Want waarom niet? Omdat uiteindelijk, zij was de mooiste meisje uit de wijk. Dus,
op het moment dat ik haar had gekregen. En je moet je voorstellen, in die tijd, ik had nog die bril met plakband, ik had nog die X-benen. Maar dan gaat iedereen proberen, want als X-ben het kan, dan ga ik het ook kunnen. Dus dan moet ik met iedereen gaan vechten, daar had ik geen zin in. Dus, nee, maar wat zij zag, zeg maar, zij zag dit. Nee, maar ik was echt een charmeur, hè. Ja. Dus als ik foto's terugzie van mezelf, denk ik, hoe is dit gelukt? Maar zeg maar, mijn mentaliteit. Hé, er was geen smaak die ik niet kon flowen. Ik kon niet. Ik lul die onder de bank. Dus, maar we kregen verkering. Shirley en ik, ja, nog 14 en zij 13. En op een gegeven moment heb je zo lang met elkaar. Dan kan je niet uit elkaar. Dan denk ik, ja, zonde. Dan kregen we kinderen. We hebben 3 kinderen, kan je niet uit elkaar. En inmiddels, ja, als ik nu met haar ga breken, dan krijgt ze de helft. En dat is niet oké. Dat is niet oké. Dus dan krijgt ze, we blijven bij elkaar tot de dood. Tot de dood? Ja, tot de dood ontscheid, ja. Ik heb het op Facebook geplaatst dat je mijn volgende gast bent. Want dat doe ik met alle gasten. Ik ga even naar die vragen. En dat is ook een van die vragen. Een heleboel mensen hebben gevraagd of je getrouwd bent. Dus hij is al bezet, mensen. Nee, wow, je moet niet, weet je? Nee. In Suriname heb ik niemand. Laten we het daarop houden. Moet je horen. Ze gaan me niet horen. Ze gaan me niet horen. Ze gaan het niet uitzenden in Nederland alleen hier in Suriname. Ja. Tak nu alleen maar straat naar, dan gaan ze niet meer kunnen verzamelen. Ja, dan tak maar door. Mi ab niemand. Mi solo. Hij heeft niemand in Suriname, dus die gewone Suriname is nog open. Maar weet je wat het is? Het is echt waar. Er is wel iets aan de hand met de Surinaamse vrouw. Ik heb ooit in mijn tweede show binnen Vista gezegd, er is iets hier met Surinaamse vrouwen. Wat is het? Ik heb geen idee. Jullie zetten een ding op mij. Want ik word de hele tijd verliefd op vrouwen. Ik doe niks, hè. Ik ben oké. Mm-hmm. Maar ik kijk en denk, oh mijn god. Hoe is het? Hey, hoe is het bij jou? Hoe is het bij jou? Hey, we hadden gisteren een afterparty. Ik dans met iedereen, hè? Ja. Echt waar. Okay, hey, ik vraag wel eens aan een man, mag ik met je vrouw dansen? Dat is wel een ding wat hier kan. Maar hebben ze hier ook gechant? Is gewoon versieren, toch? Ja, versieren. Ja. Serieus? Hey, luister. Surinaamse vrouwen, die gaan gewoon aanraken. Ze zeggen net, oeh, ik ga nog aanraken. En I'm here for it. Raak maar. Hey, let's go. Je moet het product eerst testen toch. Ik weet niet hoe lang jullie nog leeft. Dus dat betekent dat ik altijd weet, oh, ik kan nog mensen bellen toch. Nee. Kijk. Ik ga dit niet raar. Het zit er in de drank. Dit is een waarheidsdrank. Je, kijk uit wat je drinkt. Het is lekker, maar je gaat de waarheid vertellen. Zijn je gisteren aangeraakt? Hey, er waren dit. Dus er is een meisje, weet wie je bent. Maar dus wacht even, Jandino. Wacht even. Ja, zeg maar. Nu pas weet ik waarom je laat bent. Nou, ik had wel net gesprek met een aantal dames. Ja, ik had ook interview en... Weet je, dat... Heb je ook aangeraakt? Nee, maar mijn ziel. Nee, maar ze kunnen vragen stellen. Weet je, kijk, Surinamers, kijk, dit is met Surinamers. Surinamers zijn niet gauw onder de indruk van niemand eigenlijk. Maar op het moment dat ze je mogen, dan kunnen ze je echt laten denken dat je echt heel wat bent. Klopt. En Surinaamse vrouwen die kunnen ook op een manier met je praten dat je denkt... Nee, ik ben die hele toren, weet je wel. Dus nee, maar echt waar. Ik zeg heel eerlijk, Surinamers, ja, die Surinaamse vrouwen... Ik hou van mijn Curaçaose vrouwen, maar hier heb je toch wel de... Hier heb je de mooiste vrouwen. Moximeti, alles. Luister, ik heb het op Facebook geplaatst, Janino. Nee. Ik ga een paar lezen. Ja. Eentje wil weten, dat is Fanara. Maar ze heeft een heleboel valse namen hoor. Fanara, Vodesan, Liuyo, Ayu. Okay. Hoe is Judeska ontstaan? Dit is meneer Jani Filemon. Michacho, grappig met zijn pan. En de donderop. Ja. Dus adopteer, dan kan zeggen die donderop even voor de... Donderop, joh. Donderop. Nee, maar Judeska is letterlijk... Kijk, ik denk in het... En ik leg het vaak uit. Is begonnen als een enkelvoudige nadeel. En dat zit in mijn leven, hè, in iedereen's leven. In elke enkelvoudige nadeel zit een meervoudige voordeel. En wij maken heel vaak dingen mee waarbij wij kijken en denken, oh, wat een narigheid. Maar als je heel even stilstaat, dan is het Gods manier om jou te laten weten van, hé, in deze situatie zitten er allemaal zegeningen en we moeten leren kijken. Judeska is ontstaan als een enkelvoudige nadeel. We waren in een fast food restaurant en mijn broertje bestelt original kip. Spicy kip, sorry.
Die waren op in plaats van te zeggen van, sorry meneer, spicy kip is op, wens u weet je, een andere original te nemen, zei ze dat niet. Ze gaf hem gewoon 3 original. Mijn broertje kijkt, maakt de doos open en die denkt, ja, maar dat heb ik helemaal niet besteld. Hij zegt, en dan zei hij ook op die toon, ja, maar ik heb het helemaal niet besteld. En hij is zeg maar de Nederlandse manier gewend van klant is koning. Mm-hmm. En die vrouw die kijkt hem aan, die zegt, hey, kip is kip. En waarop hij draaide naar mij en hij zei, maar dit is toch helemaal geen klantvriendelijkheid? Waarop die vrouw zei, hey, donder op met je klantvriendelijkheid. En ik vond het zo fascinerend dat iemand bereid was alles te riskeren voor ego. Want iemand betrap je nu eigenlijk op iets wat niet goed is. Mm-hmm. En in plaats van zeggen, oh meneer, excuses. Mm-hmm. Hey, donder op, zei ze. En toen dacht ik, ik ga nu onderzoek doen. In plaats van te gaan schelden daar en bla bla bla. Mm-hmm. Wat sommige mensen zouden doen van, ja. Eerst maak je een fout en dan ben je vrij vastig. Dat doe je zo, dat doen we. Ja. Dus ik ging gewoon... Bij de Chinees, bij de Waroons, bij de frietzaak. Overal, bij wat chicere restaurants ben ik gaan kijken. Ik merkte bij de chicere restaurants bijvoorbeeld dat de manier hoe je eruit ziet, hè, gaan ze je behandelen. Als zij denken, hé, je kan het niet betalen. Ja, dan is het, weet u zeker dat u dit wil nemen. Bij de fastfood restaurant, dan kom je eigenlijk binnen. Zelfs de mensen, die zijn onbeleefd, die kijken je niet aan. Die bestellen, die maken geen oogcontact. Nou, anyway, toen dacht ik, oké, ik maak eerst een grapje in een theatershow. In mijn stand-up zo, nou, over Judeska. En een dame, die zeg maar een beetje brutaal is. Ik merkte dat ik heb het ook hier in diezelfde week, want toen had Jurgen mij hier naar Suriname meegenomen. En ik weet dat wij naar de Blokker gingen. Mm-hmm. Naar de Blokker. Mm-hmm. Dat hier een zaak. Buitenkant had je die bord van de Blokker. Mm-hmm. Niks daarbinnen was van de Blokker. Niks. Niet eens Ikea, niet eens Zenu. Niks. Ze hebben gewoon een bord gezet. Die hebben ze gevonden op de marktplaats. Blokker. Maar niks is Blokker. Weet je wat het is? Wat wij hier doen in Suriname? Wij kopiëren alles. En ik weet nog, eerste jaar, wij zagen een billboard met... Onze kopieën zijn van de beste kwaliteit. Wat? Hoe durf je? Hey. Dus, nou, ik loop de Blokker binnen. Er zat een dame daar met een naambordje, dus die werkt daar. Aha. Dus ik zeg tegen haar, ik loop voorbij, ik loop terug. Ik zeg, mevrouw, moet u mij niet groeten? Zeg ze, hoezo? Ik ken je toch niet? Ik dacht, oh ja, je hebt gelijk. Komen we terug op het punt dat Surinamers aan het begin... Zo zei, ja. En als ze eenmaal mm-hmm. je in het hart nemen, dan ben je echt erin. Mm-hmm. In Nederland zijn we meer helemaal blij. Mm-hmm. Maar daarna, als we hebben van jou wat we hebben, nodig hebben, mm-hmm. hoeven we niet meer met je contact te maken. Dus ik heb ook die zin, hoezo, ik ken je toch niet, heb ik ook gebruikt in FC Kip. Dus wat ik heb gedaan, is dus, het begin is een enkelvoudige nadeel. Dan gaan we een klein grapje in het theater. Dan een sketch FC Kip, wat super populair werd. Grote theatershows om Judeska heen, een film, een fastfood restaurant, mm-hmm. wat wellicht gaat uitgroeien naar een fastfood keten. Dus je ziet, dat is een enkelvoudige nadeel. En dat wordt uiteindelijk, als je goed oplet, want kijk, God praat met jou heel vaak, wij maken dingen mee in ons leven en wij luisteren niet wat God op dat moment tegen ons zegt. Stel je voor, Je bent aan het werk, je stoot je teen of je laat een hamer vallen op je teen. Je kan 2 weken huilen met je bloedteen en ik weet niet wat allemaal gekneusd of wat dan ook. Of waarschijnlijk heeft iemand dat ooit een keer meegemaakt die zei, hey, weet je wat ik ga doen? Ik ga een staal zetten daarvoor. Hey, mm-hmm. een stalen schoen. Mm-hmm. Bam. Mm-hmm. Enkelvoudige nadeel, meervoudige mm-hmm. voordeel. Mm-hmm. Dus zo kan je bijna naar alle... oplossingen gaan, hè, die zijn ooit begonnen met een probleem, mm-hmm. met een mm-hmm. vraagstuk. Mm-hmm. Dus zo is eigenlijk FC Kip en is het eigenlijk ontstaan met gewoon een brutaal persoon. En het enige wat ik daar heb gedaan, in plaats van te gaan schelden, boos te worden, ben ik gewoon gaan kijken. En nu doe ik het nog bewuster. Nu vraag ik echt God van, wat moet ik leren? Want heel vaak maak ik dingen mee en denk, waarom ben ik eigenlijk hier? Waarom komt deze mevrouw of meneer op mijn pad? En dan is er altijd iets. Soms is het na 2 weken, soms is het 4 maanden later, denk ik,
Dat was het. Dan valt het opeens het kwartje. Oké, okay, Jandino. Ja. Wie heeft jou ontdekt? Om samen te kunnen werken met mijn team speelt telefonisch contact een belangrijke rol. Door te bellen winnen wij niet alleen tijd, maar geeft dit ook de mogelijkheid om on-the-go beslissingen te nemen. Dankzij de nieuwe postpaidpakketten van Telesuur is het nu nog makkelijker om een plan te kiezen dat geheel bij jou past. Dit maakt de overschakeling voor mij als prepaid naar postpaid gebruiker veel makkelijker. Voor mijn dagelijkse werkzaamheden zorgt mijn postpaidpakket voor efficiëntie, vergemakkelijkt het mijn bereikbaarheid en geeft het mij de mogelijkheid om anytime gebruik te maken van mobiele data. Telesuur, keeping us in touch. Ja, en we zijn terug, we zijn terug. Wie heeft jou ontdekt? Nou, los van mijn moeder is degene die mij heeft, zeg maar, geholpen. Fysiek, want ik heb een aantal mensen. Maar degene die echt aan het begin van mijn carrière is Jurgen Rijman. Ik weet nog, dat was de eerste persoon van kleur die ik op de televisie zag. Die ik begreep. Had dingen meegemaakt wat ik me, weet je, kon mezelf identificeren in hem. Miljoen kijkers. Hij was de populairste, grootste comedian, presentator die we hadden. En toen ben ik met hem gaan praten. Ik weet nog de eerste keer dat ik naar zijn huis mocht. Uh-huh. En die heeft mij ook naar Suriname meegenomen. Mijn eerste show op Curaçao liep niet. Heeft hij een spotje ingesproken voor mij. Van, hé, hey, weet je, Jurgen hier, Tante S hier, ga je hem steunen, het is van jullie. Maar ook de manier van theater maken, toen ben ik naar zijn management gegaan. Dus ik denk degene die mij heeft ontdekt slash mij de duw heeft gegeven in de juiste richting, is Jurgen. Ja. Maar je hebt zo net gezegd, het liep niet in Curaçao. Ja, nee. Dus dat was een lege zaal. Ja. Mijn allereerste show die ik moest doen, tot het laatste moment raakte het uitverkocht. En ik was al, zeg maar, in Nederland was ik heel populair. Maar wij, ook wij Curaçaoënaren, die zijn, vinden het moeilijk, het is aan het veranderen, moeilijk om elkaar te steunen. Hoor, dat is het daarom. Ja, ja, wij steunen liever. Ik weet nog, ik had een show met Najib Amhali. Het is mijn tweede jaar. Je moet je voorstellen, de eerste jaar, moeilijk. Ik had uitverkocht. Ik knalde, jaar erop kwam ik met een nieuwe show. En hadden we een duo show. En dan kon je kaartje kiezen voor Jandino of voor Najib of voor beide. En dan kreeg je korting. Mensen gingen massaal kaartje kopen voor Najib Amhali. En ik dat vandaar was, ik was gekrenkt in mijn ego. Mijn god, er kwam een vrouw naar me toe en die zei... Oh ja, die show, ze gaat die komen. Nee, ik ga naar Najib. Ik zei, maar even een kaartje mee. Hij zei, ja, maar Najib, ik kan Najib nooit zien. Dus ik kijk, ik ga naar Najib. En ben ik, mama. Ja. Het is inmiddels natuurlijk anders. Maar in het begin, ja, moet je echt hard knokken. Omdat wij toch, ja, wij gaan iemand anders eerder steunen. Mm-hmm. Dan, zeg maar, iemand die op ons lijkt, vinden we toch een beetje moeilijk. Mm-hmm. Wij kunnen niet helemaal, zeg maar, die succes... van jou, die kunnen wij niet helemaal begrijpen. Mm-hmm. En dan dat blind steunen. Nee man, en dan liever geef ik geld aan die Chinees of die Marokkaan. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Weet je, als hij het heel goed doet, dan heb ik er geen last van. Maar ik ben bang, dan ga jij vooruit en dan, mm-hmm. Nou, dan blijf ik hier achter. Mm-hmm. En dan, als jij vooruit gaat, dan is dat een soort van een... Voor sommige mensen is de vooruitgang van een ander een soort spiegel, maar op een lelijke manier. Kijk, ik ben nu hier, ik sta achter, jij bent voor. Dus liever trek ik jou naar achteren. Mm-hmm. Dan, en blijf jij ook klein, dan valt het niet op dat ik het niet zo goed doe. Terwijl het andersom is natuurlijk, maar goed.
dat is wel zeg maar aan het begin van mijn carrière wat er aan de hand was. En hoe staat het in Nederland? Want je bent echt tussen die witte mensen. Ja. Nou, wat ik... Kijk, aan het begin van mijn carrière... waar het vooral die witte mensen... Kijk, Nederlanders, de witte Nederlander... die vind ik ergens leuk om... dingen vanaf het begin te zien of zo. Ze willen ook gewoon bemoeien. Weet je, ze willen niet... Het is al af. Nee. We gaan kijken aan het begin. Oh, leuk. En dan was aan het struggelen. En oh, die grap. Ik was bij het begin, hè. Weet je nog? Ik was bij de allereerste show in Friesland. Toen daar bijna niemand was. Maar dat klopt ook. En wij, zeg maar Curaçaoënaar of Surinamers, vinden het echt moeilijk. Dus de show is niet eens af. Mm-hmm. Dus ik betaal geld. En dan ga je nu weer testen. En dan geef ik ook testgeld. Ik doe alsof. Jij doet alsof je een show hebt. En dan doe ik alsof ik je betaal. Ja toch? En wanneer de show af is en ik heb gelachen, dan zal ik je betalen. Wij hebben daar... En dan, weet je, we beginnen, we zeggen ook dingen. Hé, Peter, ben je grappig? Je dreigt mensen voor die show. Hé, ik heb betaald, hè? Terwijl Nederlanders zijn daar anders in. Maar inmiddels is mijn fanbase zo breed. Of het nou Turken, Marokkanen, Molukkers, Javanen, Surinamers... Noem maar op, Curaçaoënaren, Hollanders. Mm-hmm. Het is echt breed. Dus ik heb inmiddels vertegenwoordig ik alles en iedereen. Dus iedereen ziet een stukje Jan Dino in zichzelf. Dus het maakt niet uit waar ik speel. Ik rock de zaal. Mm-hmm. Hoe rijk is Jan Dino Aspora? Ik ben ontiegelijk rijk. Ik ben rijk mm-hmm. omdat ik ontiegelijk gezegend ben. Elke dag. Ik sta op het feit dat ik kan ademhalen. Is een zegen. Meenemen naar het volgende leven. We gaan allemaal door diezelfde deur heen. Mm. En omdat ik weet dat ik namelijk niks kan meenemen, behalve mijn ziel en de persoon die ik ben, is mijn focus geen geld. Mijn focus is creëren en dienen. Mm-hmm. Dat betekent dat ik een platform kan achterlaten waarop anderen zeg maar, op kunnen bouwen. En ik creëer hele mooie dingen, wat een verrijking kan zijn voor heel veel mensen. Dus, en daarom kan ik binnenkomen en ik kan staan naast de allerrijkste der aarde. Laat me het even houden in Nederland. En ik weet dat ik 20 keer gelukkiger ben dan die persoon met al dat geld. Dat heb ik meerdere keren gezien. Mm-hmm. Dus nee, ik ben en ik kijk ook niet in een zin van wat ik niet... Van ik heb dit niet. Ik heb het. Als het voor mij is, dan komt het. Ik kan hier letterlijk hier binnenkomen en als mijn vraag is, ik ga dit, ik wil dit kopen. Vraag mij niet waar ik nu het geld vandaan ga halen, ik ben aan het investeren. Maar ik denk, oh, als God wil dat ik dit ga kopen, dan vind ik een manier om het te kopen. Mm-hmm. En het leven werkt gewoon zo. Dus ik heb ooit een keer met een ondernemer gesproken. We hebben de raffinaderij Isla bij ons. En ik zei tegen hem, hé, man, dat is zo, het is nu helemaal verpauperd. Ik zeg, die raffinaderij moet daar weg, moet een stad komen. En jij moet dat doen. Hij zegt, ja, het is me ooit aangeboden voor 2,5 miljard dollar. Ik heb maar 550 miljoen euro op de bank, zei hij zo. En ik ben te oud, jij moet dat doen. Ik zeg, welke gedeelte van, het kost 2,5 miljard dollar. Heb je zelf niet gehoord? Je hebt maar 550 miljoen op de bank. Heb je zelf niet gehoord? En toen zei hij tegen mij, jij maakt je druk om het verkeerde dingen. Jij maakt je druk om geld. Heb je dat geld? Nu? Ik zeg, nee. Nou, hoef je niet druk om te maken. Waar moet je druk om maken? Over het idee. Mm-hmm. Heb je die stad? Heb je dat terrein? Wat ga je ermee doen? En ik merkte toen, ben ik op een gegeven moment gewoon gaan lopen met, hé, het is eigenlijk al van mij. En er kwamen allerlei ideeën. Mm-hmm. En ik heb op een gegeven moment gesprekken gehad met, zeg maar, de ministeries, Port Rotterdam, regering. Ik heb met iedereen gesproken, omdat ik eigenlijk al rondliep, zoals heel vaak de witte mensen doen, mm-hmm. die komen en die claimen eigenlijk mm-hmm. al. En vanzelf wordt het van jou. Mm-hmm. En uiteindelijk is het vanuit daar, die mentaliteit is heel veel eruit gekomen. Mm-hmm. Ik heb zoveel geleerd. Dus ik ben, als ik ergens kom, ben ik niet aan het nadenken over geld. Mm-hmm. Geld is niet mijn probleem. Mm-hmm. Geld is overal, ik kan overal geld hebben. Als ik zeg, dit is een stuk land die ik ga ontwikkelen, ga ik dit stuk land mm-hmm. ontwikkelen en dan komt dat geld wat die persoon nodig heeft, komt echt wel. Ik heb het hier van meneer Rowarde. Meneer Rowarde, nog een big up. Wij noemen het hier, hij heeft me geleerd van de 0 cent optie.
geen geld hebben, maar dat idee alleen maakt je al die miljonair. Ja. Toch? Het is een mindset. Ja. Ja. Het is een mindset. 0 cent optie. Ja, ja. Ja, Dino, we gaan even nog een paar vragen behandelen. Ja. Heleboel mensen vragen nu al naar een afdeling van FC Kip in Suriname. Nou, laten we dit doen. Want ik ben nu voor 2 dagen en ik ga vannacht weg. Mm-hmm. En ik ben al gesprekken aan het voeren. Ik ben het al aan het neerzetten dat het gaat komen. Niet eens 1, maar 2, 3. Laten we even gaan nadenken. En ook de hele regio. Dus als je een serieus locatie hebt en je kan runnen, want ervaring, hè? Want ik doe alles in partnership. Mm-hmm. Ervaring, dan kunnen we daarover praten. Ik droom ook van een FC Kip, zeg maar, hier in Suriname. En ik ga vanaf januari volgend jaar ga ik wonen, half jaar op Curaçao, half jaar dan in Nederland, het hele gezin. Maar dan kan ik reizen, dat heb ik al gedacht, maar dan ga ik reizen in de regio. Dus voordat het er is, mm-hmm, heb ik het al besloten, want dan moet op Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname moet het komen. Want dan kan ik hier eens in de maand kan ik hier zijn om dingen te doen. Want naast de FC Kip komt er ook, hebben we al opgezet, FC Kip Foundation. En FC Kip Foundation is eigenlijk een gedeelte van de verdiensten gaan we terugzetten in de gemeenschap. Mensen willen ook weten, wordt hij wel serieus genomen bij conversaties? Nou, dan heb jij lekker, Laat me ze vertellen. Mensen, voor het eerst in de geschiedenis van Tapabank, zouden doen het al 15 jaar. Voor het eerst in de geschiedenis moet ik na deze opname naar Karl Paul gaan zoeken. Ik heb gelachen en ik heb hoofdpijn gekregen van het lachen. Ja. Maar word je serieus genomen? Ja, wel. Maar kijk. Maar ze verwachten meestal? Ja, als ik binnenkom, dan verwacht men, hij gaat de grabbos en zo. Mm-hmm. Maar wij zijn, 20% van mijn tijd is comedy. En 80% is ondernemen en maatschappelijke projecten wat we doen. Dus het zijn eigenlijk allemaal gewoon inhoudelijke gesprekken. Dus mensen nemen je zeker serieus. Maar ik moet wel eerst, zeg maar, vaak, niet altijd, maar door een bepaalde ding. Maar dit is natuurlijk anders. Hier hebben we gewoon een leuk gesprek. Maar voor de rest, we hebben met overheden te maken, we hebben met het businessleven te maken. Dus nee, dat zijn allemaal serieuze gesprekken. Maar Jandine, hoe doe je als je binnenkomt, je stapt binnen en kan die Adine wakaboom? Het is niet goed thuis begonnen. Ja. En je komt over straatjes, maak die deur open en mensen verwachten gewoon. Hoe zet je dat om? Ik laat, zeg maar, ook al heb ik een slechte dag, dan is dat daar. Het moment dat ik de deur uitstap of ergens binnenkom, is het een vorm van professionaliteit. Dat mensen weten van, oké, dit is wat je gaat verwachten van Jandino. Dus ik neem nooit, zeg maar, de ellende mee. Die laat ik los, die laat ik voor waar het is. Dus dat is gewoon een schakel in mijn hoofd. Als ik naar buiten ga, dan hebben wij heel vaak dat mensen, hey Dino, en een foto en zo. En dat, ik vind dat dat echt letterlijk erbij hoort. Afgelopen tijd veranderde het natuurlijk heel erg van de Jandino, Judeska, naar hey, we zijn ongelooflijk trots op jou en hetgene wat je doet. En willen ze je ook vertellen wat jij betekent voor hun. En de goede dingen die zij zijn geïnspireerd, gemotiveerd. Daar moet je tijd voor nemen. En als er een punt komt dat ik denk, hey, dat kost heel even energie. Dan ga ik naar huis. Dus ik zeg nooit nee. Mm-hmm. En dus als ik merk, hey, ik ben echt moe of wat dan ook. Dan zorg dat ik niet in die situatie ben. Mm-hmm. Maar als ik er ben, dan maak ik tijd voor iedereen. Oké. Okay. Ik lees eentje hier, Engel. Sani, dat mag. Hieradisi, Shirley. Engel moet het in het Surinaamse, gaat eerst in het Nederlands. Nee, doe het in het Surinaamse. Sugar Mami Nadja, zo heet ze. Klaar, is al goed. Sugar Mami Nadja zegt, deze man heeft een lekkere body. Ik zeg het toch, jullie Surinaamse vrouwen zoeken problemen. Echt waar. Je gaat echt, over een paar jaar ga je een paar gewoon klein leven grondhoofdige kinderen zien dat je weet. Hoe doet Shirley als ze met jou over straat loopt? Ik kan je eerlijk zeggen, kijk, mijn vrouw Shirley komt, haar vader is Filipijns, haar moeder is Nederlands. Oh ja, dat is een vrouw. Colombiaan. Als je dat zegt tegen haar, ze maak je af.
Colombiaans, Arubaans. Ze is lichter van kleur, maar ze is geen witte vrouw. Oh. Ze lijkt eerder richting Javaans is ze eerder. Die kant is ze dan opgeslagen. Maar ze is een andere mengelmoes. Maar mijn vrouw vindt dit hele leventje niks. Dus bij haar, zij hoeft niet in de spot. Hoeft niet. Oké, hoeft niet. Ik weet dat ik één keer... Julie was net bevallen van Elijah en we waren bij de beren aan het eten. En er kwam zo'n wit meisje, maar echt uit de reclame, Friese vlag reclame. En ze zag mij en ze was onder de indruk van gewoon Dino, waarschijnlijk het is de Dino Show, ik weet niet wat. En ze bleef alleen maar naar mij kijken, alles naar wens. Komt ze weer, alles naar wens en ik zie mijn vrouw aan het beginnen te koken. En op een gegeven moment kwam ze en mevrouw zei, als zij nog één keer hier komt, en ze vraagt aan jou alles naar wens. En ze kijkt mij niet aan. Ik sleur haar over al deze tafels. Ik zeg, Julie, je bent net bevallen van ons kind. Ik kan net de gevangenis omdat ik tegen het baby ga zeggen. Je moeder zit vast omdat ze andere mensen heeft geslagen in een restaurant. Dat kan niet. Hey. Keek mijn kant op. En zei, ja, alles naar wens, ja. En toen, ik heb haar nooit meer gezien. Shirley ging wel even naar de wc. Iedereen dat kind is stuk geschaakt. Ik weet niet. Nee. Shirley is nee. Mm-hmm. Ze is niet iemand. Ik ben zelf een keer, hè. Ik heb haar. Ik moest iets presenteren, Koninkrijksrelaties. En toenmalige koningin Beatrix was daar. En allemaal ministers. En ik was bezig met iedereen. En de ministers en zo. En aan het einde van de dag, we staan daar. En Julie kijkt echt een beetje zuur. Zegt ze, wat is er? Zegt ze, je hebt me de hele tijd, je hebt me heen naartoe meegenomen. Je hebt me de hele tijd geen aandacht gegeven. Je zegt, maar sure, ik was bezig met de ministers, met de koningin. Er is maar één koningin en dat ben ik. En ik, oké. En nu zet ik haar zo neer, want dat klopt ook. Maar Julie is, zeg maar... Zij kan niet zichzelf voorstellen, zij is niet fake. Mm-hmm, mm-hmm, dus als jij aankomt, wat dat betreft kan ze heel Surinaams ook zijn, is van, mm-hmm, je kan mm-hmm geld hebben, je kan staat, hey, doe. Dat is echt Surinaams. Normaal. Mm-hmm. En dat is, ik kan haar niet van, en soms helemaal amicaal, ik kan naar sommige plekken kan ik haar niet meenemen. Mm-hmm. Want ik weet dat deze deal gaat niet doorgaan, want zij gaat je precies zeggen wat ze denkt. Ze zegt ook gewoon, liever vraag je me niet, want je gaat het antwoord ga je niet gewoon fijn vinden. En hoe gaan die kinderen en Shirley om met Judeska? Shirley, ik heb één keer een fout gemaakt. Zeg maar, dat ik ze... Nee, kijk, hoe ga ik dit vertellen? Ja, ik ben al bezig. Dus we hebben op een gegeven moment, ze hadden we daarvoor een gesprek met vrienden over tijdens het vrije rollenspel. We hebben ook even gehad van, doe jij rollenspel, doe jij dit, weet je wel. Want dan een andere mattie, en dat was ook grappig, jongen. Drummer van mij, gewoon, die had zei van, ja, dan deed hij rollenspel. En dan was hij wel eens de cowboy. Maar die jongen heeft zo'n grote beren. En ik zag hem dus binnenkomen met, hij zei, ja, dan kom ik gewoon met die cowboy hoed, jockey. En die cowboy, ik kan me niks verschrikkelijkers bedenken dan dat. Dus we hadden een grap weet je, over. En zei ze, ja, ik zou het misschien ook wel leuk vinden, een rollenspel. Toen waren we een keer bezig en toen zei ik, hé, weet je, lekker hè. Klaar, over, klaar. In een week, niks hebben we gedaan. Was over, was klaar. Ik dacht, je wil een rollenspel toch? Ik ging naar hetgene wat ik het beste kon. Ik dacht, ja, deze keer, hé, lekker hè. Nope, nee, was niks meer lekker. Was niks meer lekker daarna. Maar kijk, de kinderen moeten echt lachen erom. Mm-hmm. Dat is mijn zoontje aan het begin. Ik weet nog, Elijah, mijn eerste, waar FC Kippen had opnemen. En toen kwam Shirley met Elijah naar de set. En ik zag hem en ik zei, hey Boefie, noem ik hem. Hey Boefie, dat is papa. Dus ik zie hem zoeken naar zijn vader. En op een gegeven moment zag hij, het komt uit die mond. En hij begon te huilen. Het was bijna die dag, oh nee, het heeft mijn vader opgegeten, want mijn vader kwam daaruit, maar wat is deze monster? Maar nu, mijn kinderen zijn zo trots, ze kijken alles. Mm-hmm. We hadden net een award gewonnen gisteren voor beste jeugdfilm. Zij zijn naartoe gegaan. Ja, dankjewel. Ze gingen de prijs in ontvangst nemen. Nee, ze zijn echt ongelooflijk trots. Mijn dochter had in het begin heel erg probleem.
Het is echt papa's kindje. Als mensen mij op de foto gingen, gingen ze echt huilen, want het was ons moment, als we samen buiten waren. Elijah niet, die is echt zijn vader. Mensen willen ook weten, hoe lang duurt het om Judeska op te maken? Want Judeska heeft alles, lipstick, lipgloss, alles heeft Judeska. Dat is eigenlijk nog makkelijk. Nee, kijk. Ik moet eerlijk zeggen, want mensen denken ook soms, oh, doe jij het ook zelf? Als ik heb een theatershow, heb ik ooit een poging gedaan om Judeska te doen. Heb ik foto's gekregen van iemand die ooit bij een try-out was geweest. Toen had ik zeg maar de nagels, had ik Judeska schoonmaakt, want ik moest snel staan omkleden. Dus nagels geplakt of zo, met die schoonmaak handschoenen, weet je wel. Erop geplakt en dan deed ik die pruik op en die lippenstift en dan rood. Ik zag er niet uit, dus ik kan het echt. Ik kan 0,0 make-up. Ik heb voor alle griem die ik ooit heb gedaan, die gezien, ik kan 0,0. Maar nou, dan heb je iemand die professioneel is. Dus voor de film moet het echt top zijn. Nemen ze echt een anderhalf uur om Judeska te transformeren. Met make-up en kleding en al. Maar de langste is Gerry. Als ik Gerry, dan speel ik die witte vrouw. Heel veel mensen weten niet dat ik dat niet speel. Die grote Rotterdamse vrouw. Ja, ja. Dat is 4,5 uur. Eh? Ja, dat is gewoon. Dat gaat laag van siliconen. Laag voor laag wordt het geplakt. Op een gegeven moment gaan ze zeg maar kleurstoffen. Gaan ze in alcohol en dan gaan ze eigenlijk spatten, dus spetteren eigenlijk kleurstoffen. Aha. Zo creëren ze die pigmenten. Dus echt, dat is kunstwerk. En als het klaar is, scheuren ze het echt eraf. Maar 4,5 uur. Als ik de Turk speel, Ahmed, dat is echt bijna 4 uur ook. Dus dat duurt echt lang. Dat is echt maar de rest. Judeska, ja dan. Oké, okay, Judeska kennen jullie al. Maar Gerry en Ahmed. Ahmed. Als je kennis wil maken met Ahmed en Gerry, het is nu in de bioscoop. Bonbini, Bangkok. Deel 5. Ga naar de TBL en dan kan je kennis maken met Gerry en Ahmed. Ja. Dan ga je zien waarover hij praat, die 4 uren lang opmaken. Ja. Want je bent nu bezig met het promoten van je film. Yes. Deel 5. Ja. Is ook jouw idee wordt geschreven? Ja. Het komt uit mijn hoofd en heb ik één iemand met wie ik nog samen schrijf. En ik schrijf sowieso alle typetjes, wat ik sowieso al doe. Ik speel in deze film 5. Het is de Rajesh, Robertico, Gerry, Ahmed. Speel ik nog één. Judeska. Sydney ook? Ik heb geen idee. Soms weet ik niet eens meer, soms weet ik niet eens meer wat ik kan doen. Hè? Maar nee, we schrijven zelf de film. We produceren het ook zelf. Oké, wat moet zo'n film kosten? De laatste film heeft 3,7 miljoen euro gekost om te maken. Ja. Ja, en we hebben natuurlijk een maand in Nederland opgenomen. Een maand in Thailand. Zo'n dag, vaak dagopname. Ja, dan zit je soms al een ton. Gaat er gewoon, en dan heb je een paar zinnen erop gezet. Ja, het is echt een hele dure proces. Het is niet goedkoop om een film te maken. Maar die mensen vragen, hebben gezegd, ze vragen niet. Je weet hoe de Surinamer is. Als ze zien dat je van Suriname houdt en je maakt de film in een deel in Bangkok, een deel in Curaçao, op Curaçao, een deel in Nederland, dan willen ze ook een deel in Suriname. Wanneer komt dat? Nou, ik denk dat het meest gestelde vraag is de afgelopen dagen. En ik kan zo zeggen, Als er een 6 komt, dat het in ieder geval hoog op de lijst staat. Jullie hebben het gehoord. Het komt in deel 6. Dus begin naar deel 5 te kijken, maar, want dan kan je meer geld verzamelen. Maar zie je hoe je dat doet? Dus ik zeg, het staat op de lijst. En dan zeg jij, ja zie je, je hoort het al, het komt in deel 6. Het komt zo lief voor mij hier. Jana, je hoort. Het komt, het moet. Ja, dat moet, anders kom je niet meer naar Suriname. Daarom mensen, gaan nu naar deel 5 kijken, dan kan je genoeg geld verzamelen. Je hoort wat een film kost, een productie kost. Kan je sparen om die deel 6, een deel, wie is nou op 10 delen op? Ja, ja. Ook al kom je gewoon met een dagje in Suriname opnemen. Weet je hoe we trots we ons voelen? Ja, ja. Wanneer we Suriname. Ja. Is dat bedoel? En wanneer jij in die film bent, kijk de hele wereld. Ja, ja. Toch? Dus het moet. Ja, het is bij deze. We gaan kijken. Ja. Het moet. Jan Dino, gaan afronden. Yes. Wat wil jij nog behalen in jouw leven, in je carrière? Ik denk. Want je hebt bijna alles al. Ja, ik ben echt gezegend. Gewoon gelukkig zijn.
That's it. Dat ik gewoon dingen kan blijven doen wat mij heel gelukkig maken. Ja, yeah, that's it. Gewoon gelukkig. Ik ben hier ook voor, ik was net met Willy, onze DJ. Ik zei, we zijn toch gewoon zo gezegend dat we hier mogen zijn in Suriname. We waren gewoon een kippertje aan het eten. En ik had het gisteren, stonden bij de Gradi, volgens mij. Iets daar aan het water, toch? Gadri. Dus je zit daar, dus ik mocht een lazy te eten. En dan heb ik nog extra bonen bij besteld. Ja joh, echt. Zo bijzonder, weet je. Mm-hmm. En het is gewoon gelukkig zijn. Mm-hmm. Wat heb je, weet je. Mm-hmm. Wat kost het, wat heb je. Mm-hmm. Dus ik heb niet veel nodig. En ik wil gewoon dat ik deze positie kan blijven. Dat ik gewoon dingen kan doen. En gelukkig zijn. Goed zo, goed zo. Waar is mijn tas? Oh, Ahmad gaat het brengen nou. Ahmad gaat die tas brengen. Dit is Ahmad die hier die is komen halen. Yes. Het is de enige Javan met een baard. Ja. Chinezen hebben niet. En Javan, als je een pijn wil doen, moet je zijn baard knippen. Hé, hey, probleem. Probleem. Je krijgt van mijn hoofdsponsor, dat is Telesuur. Je hebt nog een dag hier in Suriname, krijg je 100 SRD aan beltegoed. Dus je kan je laatste mensen nog bellen hier in Suriname. Oké, okay, nou, jij. Ik heb een, maar jij gaat weg toch? Ja, ja. Je gaat weg, maar je ik kan reden iemand... om terug te komen. Ja, je mag dit houden. Dit is van mijn inkzine. Jij zet geen tattoos, hè? Nee, ik net toevallig. Weet je, het is, ik ben te donker om tattoos te zetten. Want het is bij ons, als je dat dan zet... moet je met licht schenen om het ja, te zien. Ja, daarom toch. Want je UV-licht, het is niet... Ai. Of waarom? Je moet gekleurde tattoos zetten. Ik vind het niet eens... Ai. Ik begreep je. Okay. En ik ben niet met naalden ook, dus... Oh, je voelt de pijn. Nee, ik ben sterk. Nee, ja, ik... Hoor nou. Oké, okay, dan ga je dit toch overhandigen. Dit is van ik zie mijn vriend. Antjo, je mag iemand hier in Suriname. Ja. Een vriend mag je gelukkig maken. Ja. Ik heb hier... Dit mag je wel meenemen. Ja, er is niets erin. Je gaat gewoon langs de douane. Er is niets erin. Oh ja, dat is het. Nee, ga dan iemand anders meegeven. Laat iemand anders een andere koffer. Want je weet maar nooit. Ja. Dit is een heerlijke gember. Ja. Mevrouw John maakt het. Je hebt die cola stroop. Ja. En dit is veel gevraagd in Nederland. Cola stroop van Suriname, uit Suriname. Oh, wacht even. Dit is niet dit, hè? Nee, dit is die sjoeren. Dit is van vrouwtje. Oh ja. Maar dan krijg je die gember. Dit is die echte Sernan gember, die Bigisma gember. Yeah. En dit is die Bigisma Orchada. Ja. Met melk moet je deze toch drinken? Je kan het ook met melk drinken. Maar je lost het ook met water. Maar als je met melk mag ook. Ja, we dronken het altijd met melk. Oh, dan jullie ook. Bij zuster Shirley, Surinaamse. Oké. Okay. En dan altijd wanneer we aten. Nee, het kan ook met melk. Het is heerlijker, maar met water. Ik los het ook met water. Oh, oké. Okay. Ja. Mag je, dit is van mevrouw John. Mevrouw John, dank u wel. Ja. Ahmad, hij komt weer. Deze jongen is doet vleeswaren hier in Suriname. Ja. Hij is de specialist hier in Suriname als het om vleeswaren gaat. Ja. En dan krijg je een zak vol met alleen maar vleeswaren. Oh, jongens. Je hebt worst erin, je hebt warme kip. Gerookte kip. Ja, gerookte kip. Wat nog meer? Crispy wars. Kijk nog. Ik ga een ding zetten, kijk een barbecue. Wat doe je nog meer? Kijk, dit is die gerookte kip. Oh. Dit is een hele boel. Ja. We gaan bij Sanderijn gaan we gewoon een barbecue daar neerzetten. Let's go. Is goed, ja, dankjewel. Ja, dankjewel. En dan gaan we afsluiten. Nee, Jamal komt met die Simply. Dat is onze zaak, dat is mijn zaak. Ik heb ook een broodjeszaak hier in Suriname. Yeah. Heerlijkste broodjes. Wij zijn niet... Ik zeg altijd, we zijn niet lekker. We zijn gewoon anders. Oh, zijn anders. Anders. Dit is wel een hele rare slogan. Ik weet niet. Nee, wij zijn gewoon anders. Maar niet lekker, maar wel anders. We zijn lekker, maar anders. Oh. Weet je, lekker, maar anders. Lekker. Nee. Hey. Dit is die Simply. Dit is onze homebread. Dit is... Ja, dit is van mij en dit is van Jasmino. Dankjewel. Kijk, als je dit broodje eet, die Simply, hoef je een hele dag niet te eten, hè. Oké. Ga je happen? Natuurlijk ga ik happen. Oké, terwijl jij hapt, dan ga ik afsluiten. Je mag gewoon doorhappen. Dan ga ik afsluiten. Ja? Je moet eten! Je moet eten! Juist, je moet eten! Dat is natuurlijk namens jongen toch? Ja. Hij was ook op de bank bij mij. Je moet eten! En wanneer hij eet is het vol, hè? Maar waarom eten zo warm? Nee, maar zo eten. Dus ze moeten zijn maag checken, hè?
heeft een probleem met zijn maag. Hij kan niet weinig eten. Hij moet door eten. Hij heeft een probleem met zijn hoofd. Hij is grappig, maar ik denk, allebei, eet rustig gewoon. Nee, maar hij mag niet rustig eten van de dokter. Ja, hij moet zo eten. Hij moet zo eten? Ja, hij moet zo eten. Hij mag niet rustig eten. Dat heeft hij al wijs gemaakt. Nee, maar wat voor rare aandoening is dat? Welke dokter gaat zeggen, is één wat je niet moet doen. Je moet kouwen, je moet rustig eten. Nee, maar van dokter Bilgu mag hij niet rustig... Bilgu. Maar is het een erkende dokter? Ja, dat is mijn huisarts. Van dokter Bilgu mag die jongen, hij mag niet rustig eten. Als hij rustig eet, heeft hij een probleem. Maar wat voor dokter is dokter Bilgu? Ja, Ik dit door. luisteren mensen, je hebt het gehoord van Jan Dino Asporaat. En het is geen aspiraat, het is Asporaat. Hij is geen Surinamer, maar die man heeft een hart. Voor Suriname. Ja. Zolang ik wat biggie money, komt hij hier in Suriname. Toch? Wie dat ik heb gezegd? Ik hoor hem. Twee dingen wat niet klopt. Hij is geen Surinamer. Feitelijk onjuist. Ik ben wel een Surinamer. En ik hoor de biggie money, dan gaat hij hier komen. Ik weet niet wat. Ik heb een paar SRD's. Luister, ik heb een paar SRD's hier. That's it. Maar meer heb ik niet. Dus ga nu op straat met dingen vragen. Ik heb niks. Ik heb niks. Ching money. Dus mensen, hij verstaat Suriname. Dus voorzichtig met hem. Maar hij is wel van Suriname. Zeker. Van vaderskant. Ja toch, hij is wel van Suriname. Het was een grapje. Hij is wel van Suriname. Dus je ziet, hij eet, maar hij luistert. Is dat weet je toch? Hij is wel van Suriname. Maar deze jongen heeft een apart hart voor Suriname. Een deel van zijn hart is gewoon Suriname. Zolang... Ik ben van Bimoni, komt hij naar Suriname. Maar hij komt naar Suriname, maar dat is belangrijk. Is dat weet toch, anderen gaan gewoon naar andere landen, die mij abra Suriname. Maar zolang hij aboy doing, komt hij hier zijn film promoten. Hij telt Suriname ook bij. Ja, en dat is belangrijk. Daarop moeten we letten. De mensen die komen investeren in Suriname, de Surinamers die weg zijn gegaan, die terugkomen om te investeren. Dat is belangrijk. Is dat weet dus, laten we deze jonge man blijven ondersteunen en ga naar die film kijken. Bon Bini. Bangkok. Weet je wat dat is? Ik mag niet praten met vallen, man. Maar dit is zo'n brood, je kan niet stoppen met eten. Want het is... Kijk, ik ben op televisie. Mensen denken van ja, je bent onbeleefd, je eet door. Maar het is echt lekker, het is... En die drink, Het is die Simply, zeg ze dat het Simply is. Simply the best. Dat is echt lekker, broer. Ja. Nee, dit is... Kijk, wij zijn costume-meester. Wat je wil, krijg je op je broodje. Hey. Maar mensen, we gaan afsluiten. Hey. Ja, wat is het? Dat is een gevaarlijke zin. Ja, wat je wil, krijg je. Ja, op je brood. Op je brood. Dat is een gevaarlijke zin. Op je brood. Je kan het krijgen. Nee, ik denk dat je het gaat eten. Nee. Jij zei het. Op je brood. Je moet je eten. Ja. Maar je krijgt weer. Zie je, broer? We gaan het afsluiten, Jandino. Waar mogen we afsluiten? Bij Clarence. We gaan die tatalaranta doen. Zo sluiten we hier af. Ben je ready? Met de volle mond mag je hier in Suriname bij Tapa Bangstel gebeurt alles. Toch? Je mag gewoon met de volle mond praten. Ja? Ik kan puri anu. Mensen mogen zien komen, want ze moeten zien dat het lekker is. Ze weten het, maar... Oké. Daar? Yes. Drie? Neem nog een hap van het broodje. Nee, maar dit gaat viraal en dan zit... Nee. Wat gaan we doen? Wat ga ik zeggen? Nou, ik ben mijn brood eten, want je bent hinderlijk. Wat moet ik zeggen? Tataratan, tan. Ben je ready? Suriname. Drie, samen. 3, 2, 1. Tataratan, tan. Remix! Fire me lobby! Let's go! Ja man, lekker man. Ja man. Kijk, zo begint de auto hoesten voor dat brood. Ja? Ik moet zo meteen uit eten, ik moet het niet.